Officieel voorbij. Jammer genoeg. We zijn nu een jaar verder. En we hebben terug beslist om dit jaar terug een nieuwe reisje in te plannen. En deze keer zal de reis ons brengen naar een stad waar ik 13 jaar geleden ben geweest. Dus heel lang geleden. Zo lang geleden dus. Dat was mijn allereerste reiservaring, dus de eerste keer dat ik op vliegtuig gestapt heb. En ja, daar zijn we bepaalde grappige anekdotes over, om zo te zeggen. Dus we kwamen terug van die reis. En een paar dagen voordien ben ik eigenlijk gaan quadden. Maar het ding was, het papier eigenlijk om terug te geraken naar België zat in mijn broekzak. Dus bij gevolg, ik kwam bij de douane aan. En ja, ik mocht dus niet door, aangezien dat papier onleesbaar was geworden. Dus ja, probleem nummer 1. Probleem nummer 2. Ik had daar dus een soort van kadertje gekocht met een opgezette slang in. Dat was gewoon eigenlijk een ratelslang. Ja. En ik had dit dus in mijn handbagage gestoken. ja, je moet altijd je zak zetten op een plaats dat je door de scan gaat voor te zien dat je niks van... Ja, wapens mee hebt of drugs of whatever. En het ding is dus dat het is op die x-ray die slang gezien. Dus ja, het eerste wat die kerel van vraag me stelt, ja, heb jij een slang bij? En ja, ik heb een slang. En dan dacht ik van, oh ja, s***, dat zit in mijn in mijn rugzak nog. Dus ja, ik rugzak kopen, alles dan laten controleren en ja, uiteindelijk moet ik dan toch terug naar België komen. Maar het land waar ik het dus nu over heb, is Tunesië. We verblijven dus in een stadje genaamd Hammamet. De hotel zelf is een Steigenberg Hotel. We hebben dus een soort van bungalow gereserveerd. Tamelijk schoon kamer, zoals jullie waarschijnlijk ook zien op de foto. Dus dachten we van, hey, we hebben nog nooit geen bungalow gehuurd voor een vakantie. Dus ja, why the f*** ook niet. Snap je? Dus, zwart, hoe dan ook, zou ik zeggen, geniet van deze reisvideo zoals we elk jaar doen. Ik vind dat wel best chill eigenlijk om jullie bepaalde stadjes te laten zien in bepaalde landen. En misschien zullen we ook het idee te krijgen van, hey, misschien moeten we deze vakantie ook inboeken in hetzelfde hotel of whatsoever. En dat is eigenlijk de reden waarom ik eigenlijk van die vakantie vlogvideo's maak. Dus... geniet van de video en ik zie jullie graag terug binnen we bepaald 83 dagen en dan vertrekken we naar Tunesië.